Zijn er soms vragen? Wat? Maar hoe ik dat doe? Goed. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de show. Ik moet u vertellen, ik ben zo blij om weer terug te zijn in de Nederlandse theaters. U kunt zich dat niet voorstellen, we hebben het afgelopen jaar heel veel gereisd, veel buitenland opgetreden, veel televisieshows gedaan en ja, en niet te vergeten, 7 maanden opgetreden in de Efteling. Ja. Nou, kun je je voorstellen, 7 maanden tussen die kabouters. Nou, dat had ook zo'n leuke kant, want je maakt ook nieuwe vrienden, nieuwe collega's. Ik heb trouwens een collega van mij meegenomen uit Kaatsheuvel. Kijk, daar is die. Wat gaat u doen? U gaat boodschappen doen bij Albert Heijn. Joeri, niet man. Ach, natuurlijk. Albert Heijn let op de kleintjes. Precies. Nou, zou dat beter op de boekhouder kunnen letten. Dank u wel, de waterprikpak. Terug naar Kaatsheuvel. Eerst nog een beetje oefenen. Toch. Ja, dames en heren, vanavond de History of Magic. De History of Magic, oftewel de geschiedenis van de goochelkunst. Ja, ik neem u vanavond mee in een tijdreis door de tijd. En we zullen stil blijven staan bij enkele belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de goochelkunst. Ja, en onze eerste stop is zo ongeveer 1800. Ja, en dit was niet een makkelijke tijd voor de goochelaar, want in deze tijd verdiende de goochelaar zijn geld op straat. And now we bring you into the world of Charles Dickens. It was a cold December day. What poverty rules the world, not magicians rule the streets. Inside.
1984 was een belangrijk jaar in de history of magic. In dit jaar werd het eerste goochelboek gepubliceerd onder de naam Witchcraft. In dit boek werden voor de eerste keer illusies en trucs verklaard die in deze tijd gezien werden als een soort van hekserij. Veel van mijn collega's uit vroegere dagen zijn door dit boek van de brandstapel gered. En het betekende het einde van de heksenvervolging. So, Mr. Clark does not believe in witchcraft. Shall we play a little game? Wait.
Chardi.
Dames en heren, Ricciardi, dat was een collega, een illusionist uit de jaren 50. Toen vierde hij triomfen en hij kwam uit Argentinië en zijn grootste verdienste was eigenlijk dat hij muziek, magie en dans samensmolt, samenbracht tot één geheel. Ricciardi. Zo, heerlijk, hoe gaat het hier? Are you enjoying the show? Gaat het goed hier? Goed zo. Dat maak ik er trouwens een rommel van, hè? Overal snippers. Echt een zootje. Wat is dit hier? Oh, dat is een schroef. Oh, camera. Goed. Dames en heren, ik ga even spelen voor SBS6. Ik ga u een truc verklappen. Ik ga u een truc leren. Dus let goed op. U heeft nodig een klein zakdoekje. Stopt u in uw hand. Magische beweging. Blazen. En u ziet, het zakdoekje is veranderd in een ei. Kunt u dat niet gewoon de hele avond doen? Oké, heerlijk. Ik heb beloofd de uitleg. Hè? De uitleg. Let op. In de eerste plaats. Het zakdoekje is niet echt veranderd in het ei. Ja, u leert snel. Ja, ik kom hier niet elke dag vandaar. Nee, het zakdoekje is niet veranderd in het ei. Het zakdoekje. Het zakdoekje zit in het ei. Wat zegt u, mevrouw? Zo simpel gaat dat, ja. Nou, zo eenvoudig gaat het dus de hele avond. Ja, dus wat heb je nodig? Je hebt nodig een plastic ei, dat koop je bij de blokker. Je knipt er een gat in. Het moet hol zijn, zodat je er dus iets in kan stoppen. Dat is heel belangrijk. Nou, als u dat heeft, die twee attributen, dan begint u met palmeren. En dan vraagt u zich misschien af, ja, wat is palmeren? Palmeren is een beetje een vakterm in onze wereld. Palmeren houdt in dat je dus iets in je handen hebt en dat niemand het ziet. Ik doe het voor. Ik heb dus nu wat in mijn handen en geen mens ziet dat. Als kind oefen ik dat altijd bij Bart Smit. Goed. De presentatie, het allerbelangrijkste. Het ei verstopt u in uw zak. De zakdoek gaat in de pochette of in de andere zak, maakt niet uit wat u wilt. En dan komt u bijvoorbeeld op een bruiloft of op een verjaardag. En dan zegt u, ik heb een truc geleerd van Hans Kok. Het is heel belangrijk dat u dat erbij vertelt. Dan pakt u de zakdoek, dus alle aandacht is hier opgericht, maar tegelijkertijd met uw andere hand pakt u dus stiekem uit uw zak dat plastic ei. Misdirection, ja, een beetje oefenen. Doekje gaat in de hand, maar in werkelijkheid in het plastic ei. Magische beweging, blazen. En zie weer. Zakdoekjes voor altijd in de ei. Oh, hou al heren. Eerst nog een tip. Het gat. Hou je altijd naar jezelf toegericht. Is dit voor iedereen duidelijk? Is dit voor iedereen duidelijk? Mooi. Ik neem u mee naar de tijd waar het allemaal begonnen is wat betreft de galgenkunst. Please welcome to Egypt. Through the swirling sands of time, we've been to where it all started. Egypt.